Het dialect zou in hoog tempo verdwijnen, schreef de krant. En dat laten wij natuurlijk niet gebeuren. Wij zijn trots op onze afkomst. In onze successerie hebben Abels en Pronk korte, maar goede gesprekken. Ieder in hun eigen taal. De uitgever en de muzikant. In de zonnige tuin van Pronk. Wat fijn dat we hier mogen zijn. Oh, nou, kijk daar eens. Oh, wat leuk. Ja, wat ontzettend leuk dat jullie meedoen. Ja, nou, hartstikke bedankt. Goh, zeer attent. Was naast van nodig? Nee. Dat had je niet moeten doen. Nee, hoe kreeg je dat toch in godsvies naar bieden mof? Ja, hoe kreeg je dat op de motor? Moet ik wel achter het windschermpje doen. Ik heb nog maar van die montagekit, maar gewoon mijn hand plak. Met duct tape. Ja. Ik gebruik heel veel duct tape bij die motor. Een hele olle motor, alles hangt met van duct tape aan elkaar. Ja, maar het is een motor. Prachtig. Dat is toch een reputatie van een Harley. En niet van de Moto Guzzi? Moto Guzzi, nou, dat heb ik eerder ook gereden. MacGyver tape nu zit ook, hè? MacGyver tape? Gaffa tape. Ja, dat is ook zo'n kreet. Als je met duct tape niet kunt repareren, dan moet je meer duct tape gebruiken. Oh, oh, dat vind ik ook een goeie. Ja, dat is wel goochem. Ja, ja. En mijn fluit. Maar noemen we, hoe zitten jullie hier met de hele Volkermuseum als wat voelen heel uitzonderlijk? Elbo, maar gewoon stellen hier domme koekens die bij die plat praat. Ja, hier waar. Hè?